Hallo allemaal, welkom bij Board Game Heaven. Vandaag laat ik jullie zien hoe je Gold Express speelt. Het spel met een prachtige 3D-trein, uitgegeven door Ludonaut. En ja, het is echt een topper al meteen als je dit ziet op je tafel. Laten we snel gaan kijken hoe het speelt. In Gold Express speelt iedereen een treinovervaller. En deze zes karakters, dat zijn dus treinovervallers waar je uit kan kiezen. En al die overvallers die hebben een unieke gave, een behendigheid. Die staat hierop afgebeeld, die zal ik later even uitleggen. En een eigen deck met kaarten. Nou, die leg je op je karakterkaart voor je. Ik heb ze hier eventjes allemaal gelegd, zodat je ze mooi kan zien. Het is een hele leuke artwork. Elk rover heeft ook zijn eigen meepeltje in een eigen kleur. En zoals je ziet zijn leuke bandieten met geweertjes. Nou, je hebt allereerst je karakterkaart zelf. Daar staat je eigenschapje ook nog eens een keertje op. En aan de andere kant staat $1000. Dat verdien je als je al je kogels hebt verschoten. Want je krijgt ook een deck met kogels. Hier staat dat ook nog eens een keer, dus misschien een beetje ten overvloede. Maar iedere keer als je schiet op een ander, dan geef je iemand een van jouw kogelkaarten. En omdat iedereen een six-shooter heeft, heb je ook maar 6 kogels, dus ook maar 6 kaarten. En je ziet aan de kaart ook dat er steeds een kogel verdwijnt uit het magazijn. En dat is dan je laatste kaart. Dus je kan 6 keer op iemand anders schieten. En je hebt je actiekaarten. Iedereen heeft hetzelfde deck, alleen in zijn eigen kleur natuurlijk, met zijn eigen karakter erop afgebeeld. En nou, die acties die heb je straks nodig om je door de trein te bewegen, alwaar je natuurlijk de passagiers wilt gaan beroven van hun geld. Nou, van dit stapeltje kaarten, dat schud je iedere keer. En daar trek je dan aan het begin van je beurt 6 kaarten van. En ik heb ze even gespleefd, dus ze glimmen een beetje. En iedere keer als iemand op jou schiet en je krijgt dus van een andere speler zo'n kogelkaart, die hebben allemaal dezelfde achterkant, dan schud je die in jouw deck erbij, waardoor het dus kan zijn dat als je je 6 kaarten trekt, dat er een kogelkaart tussen zit. En dat betekent dus eigenlijk dat je een actie op je hand hebt die je niet kan gebruiken, want dit zijn allemaal acties die je nodig hebt. Handig moet inzetten, maar als er dus een kogelkaart tussen zit, ja, dan heb je ballast op je hand. En dat vertraagt je, dus dat vermindert je keuze. En zo dwarsboom je dus andere spelers als je op ze schiet, want dan zitten ze met die kaart opgescheept. Nou, ik zal straks even uitleggen wat al die acties doen. Laten we eerst gaan kijken hoe het spel begint. Nou, ik heb het eerder al even aangehaald dat alle treinrovers een eigen unieke ability hebben. Nou, ik zal ze eventjes één voor één nagaan. Doc hier, je raadt het misschien al, die trekt in plaats van 6 kaarten, 7 kaarten. Dus die heeft altijd een kaart meer om uit te kiezen als hij zijn acties gaat doen. Cheyenne, die heeft een zakkenrol actie. Dat wil zeggen dat als zij iemand een punch verkoopt, een stomp, waardoor die persoon een geldbuidel of een ander itempje wat ze geroofd hebben, weer moeten laten vallen, dan kan zij dat meteen overpikken eigenlijk, in plaats van het neer te leggen op de plek waar de tegenstander gestompt is. Dus dan bespaar je weer een actie om het later op te rapen. Dat kan heel handig zijn. Django, die heeft een zware rifle. Als die op jou schiet en je wordt geraakt, dan verplaats je jouw meeple één wagon in de richting van waar het schot heen gaat. Dan heb je Tuco, die kan van boven naar beneden en van beneden naar boven schieten, dus door het dak van de wagon in plaats van alleen maar horizontaal. Dan heb je Bel. Nou, als Bel een wagon deelt met een andere treinrover en er wordt op haar geschoten of geslagen, dan is altijd die andere treinrover de ongelukkige die geraakt wordt, want ja, je slaat natuurlijk geen dame, hè. En Ghost, die mag zijn eerste actie altijd blind spelen, dus face down, zeg maar, zodat de andere spelers niet kunnen zien wat zijn eerste actie is. Ik heb hier een spel klaargezet voor 4 spelers.
Voor elke speler die meedoet, plaats je een wagon aan de locomotief. Er zijn er in totaal 6, dus je kan het spel met 6 mensen spelen. Er zijn natuurlijk ook maar 6 bandieten. En naast deze wagons heb je nog een chique eerste klas wagon, waarin ook 3 juwelen worden gelegd. Er zijn deze robijnen, die zijn ook veel waard. Er is een tweede klas coupé, waar ook maar 1 geldbuideltje in komt te liggen. En dan heb je nog een normale coupé, een restauratie coupé, een bar en een opslag, wel bagage komt te liggen. En de locomotief zelf. Nou, je kijkt op de vloer van elke wagon wat er voor zaken in te vinden zijn, wat er te halen valt voor de bandieten. En dat is de marshal. De marshal die gaat natuurlijk zorgen dat die bandieten niet kunnen doen wat ze willen, dus niet gaan beroven. En die komt je achterna. Nou, die begint in de wagon, of in de locomotief, met een geldbuideltje van $1000. Dat is de gage van het personeel. Dat moet hij bewaken in eerste instantie. Je legt altijd face down neer, zodat je niet ziet welke waarde erop staat. Dan weet je natuurlijk, het buideltje is altijd 1000. En deze robijnen, die zijn altijd $500 waard. Dus dat is allemaal niet zo heel spannend. Maar al deze geldbuideltjes hebben verschillende waarden. Startend bij 250, 300, 350, 400, 450 en 500. Nou, die worden dus random. Dus je draait ze even allemaal om. En dan ga je gewoon willekeurig wat buideltjes pakken. En die leg je in de wagonnen waar buideltjes horen te liggen. En deze 4 heb ik even apart gelegd, want er zijn er een aantal van 250. En iedere speler krijgt sowieso al 1 buideltje van 250 om mee te beginnen. Dus die moet je even apart houden. Nou, en dan leg je ze dus vervolgens in de wagonnetjes. En dan ga je de spelers verdelen. Nou, ik heb even 4 karakters uitgezocht. En iedereen kiest dus 1 karakter. Dan worden de spelerkaarten, die worden gewoon bij elkaar genomen. Die worden even geschud. Ja goed, je ziet natuurlijk aan beide kanten wie het is, maar je duwt het gewoon eventjes achter je rug of zo. Of, je kan ook natuurlijk gewoon de meepeltjes pakken en het zo doen. En dan is dit speler 1. En dan is dit speler 2, 3 en 4. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat speler 1 die begint. Dat is de beginspeler en die gaat ook de kaarten zo meteen van de scène die zich gaat afspelen als een echte westernfilm bijhouden. En dat doet hij een hele ronde. En dan is de tweede speler, die wordt dan de eerste speler en dan de derde en de vierde. Totdat alle rondes zijn gespeeld en het spel is afgelopen. Nou, de eerste en de derde speler, de oneven nummers, die beginnen in het achterste wagon. En de even nummers beginnen in de tweede wagon. Je kan ze erin zetten, maar het is soms ook even gemakkelijk om ze ernaast te zetten. Dus ik laat ze er even naast staan. En dan gaat dus de eerste speler, die gaat beginnen. En die gaat dus zijn kaarten pakken. Nou, ik pak eventjes alle kaarten hier bij mijn hand. Zo, en dit waren de kogels. Dus ik heb mijn kogels neerleggen. Eigenlijk zou ik dan mijn karakterbordje zal ik er ook even bij nemen. Zo. Het even opzij. Zo, mijn karakterbord heb ik voor me liggen. Ik heb mijn 1 zakje met 250. Leg ik ook verdekt neer. Nou, ik heb hier mijn kogels. Die leg ik hier. Mijn karakter, die kan ik hier leggen als ik dat wil. Ik zal even uitleggen wat de acties allemaal inhouden. Nou, zoals je ziet kun je dus schieten. Wat betekent dat? Ik kan met mijn mannetje schieten op andere bandieten. Die ofwel 1 wagon verderop staan als ik binnen ben, of op het dak kan ik zo ver schieten als ik wil, zolang iemand maar in de vuurlinie staat. Dus bijvoorbeeld, ik sta hier met Doc en iemand anders staat daar, dan zou ik die gewoon kunnen raken, ongeacht hoe ver ik sta. Maar staat er nu bijvoorbeeld iemand nog tussen, dan is dat de eerste persoon die ik zou raken. Dus kan ik deze persoon niet raken. Staan er 2 personen naast elkaar, dan kan ik kiezen. Dus in dit geval met Bel zo, dat hadden we net gezien bij de special abilities, dat Bel
als er een keuze is, nooit geraakt wordt. Dus dan zou Cheyenne helaas hier in dit geval, als ik ging schieten, het slachtoffer zijn. Nou, zo werkt schieten. En als ik dat gedaan heb, dan krijgt dus die persoon die ik geraakt heb een van mijn kogelkaarten. Die ze dus in hun actiedek moeten meeschudden de volgende keer. Nou, daar heb ik er twee van. Dan kun je ook iemand een dreun verkopen. Dat is deze punchkaart. Dat kan ik alleen bij de persoon die naast mij staat. Dus als Cheyenne hier naast mij staat, dan kan ik Cheyenne een dreun verkopen. En als Cheyenne dan loot heeft, en in het begin heeft iedereen wel een zakje, dan moet ze iets laten vallen. Degene die de dreun verkoopt, die mag kiezen welk van de verzamelde buit er moet worden neergelegd. En dat moet je dus blind doen. Daarom moet je je geld altijd verbergen, want anders pakt iedereen meteen het duurste. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je een juweel hebt, een robijn of zelfs het geldkoffertje. Ja, en als dan degene die de dreun verkoopt zegt, ja, leg dat maar neer, dan moet je dat laten vallen. En in Cheyenne, haar situatie, als zij iemand een dreun verkoopt, dan mag ze dat dus gewoon meteen zelf pakken. Nou, goed, dan wordt het dus neergelegd op de plek waar de dreun wordt verkocht. En door de kracht van de dreun stomp je eigenlijk iemand een wagon verderop. Dus nou, in dit geval kan ik maar één kant op. Als ik Cheyenne een dreun verkoop, dan kan ze niet die kant op, want dan valt ze ervan af. Dus dan wordt ze hier neergezet. En hetzelfde geldt binnen, één vakje verder. Dus het kan heel nuttig zijn als iemand een buit heeft die hij graag wil hebben natuurlijk. Nou, dan heb je een bewegingsactie van boven naar beneden of van beneden naar boven. Zo kom je dus van de wagons in binnen naar het dak of andersom. Je hebt bewegingsacties horizontaal, dat is natuurlijk heen en weer bewegen. In de wagons kun je je één wagon verplaatsen telkens. Op het dak mag je tot maximaal 3 stapjes verder gaan. Er mogen natuurlijk ook 1 of 2 zijn. Nou, dan heb je de berovingkaart. Die is natuurlijk zeer belangrijk, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen beroven. Als jij dus in een wagon begint en je speelt op dat moment deze kaart, dan mag je dus een van die buitfiches pakken, naar keuze. Zonder te kijken natuurlijk welke waarde die buideltjes hebben, maar je kan natuurlijk ook voor de robijn gaan of als je toevallig hier bent voor het koffertje. En dan mag je dan op je kaart leggen. Er ook 2 van en ook 2 bewegingskaarten. Dan heb je nog de Marshal tenslotte. En de Marshal, dat is geen speler, maar iedereen kan dus de Marshal bewegen. Dus als ik die kaart speel, dan mag ik de Marshal 1 stapje bewegen. De Marshal kan nooit op het dak. Hij kan dus gewoon alleen maar binnen door de trein bewegen, 1 vakje tegelijk. En op het moment dat de Marshal ergens komt waar een bandiet zich bevindt, koffertje, zo, en hij beweegt zich van hier naar daar, dan doet hij onmiddellijk schieten op die bandiet. Dan krijgt die bandiet een neutrale kogelkaart. Dat is hetzelfde als die kogelkaart, alleen zonder, ja, met oranje kleur. Dat is geen oranje speler, dat is gewoon de kleur van, ja, het spel. En die moet hij dan ook in zijn actiedek schudden. Dus dat is ook gewoon een kogel. En dan zijn er een aantal meer van, dus daar kun je even mee vooruit. Een hele stapel neutrale kogelkaarten van de Marshal. Maar ook die zouden in principe op kunnen raken. Dus het gebeurt niet snel. En als gevolg van het feit dat je beschoten wordt, vlucht je automatisch naar het dak waar je ook staat. Nou, dat zijn eigenlijk alle acties. En hoe wordt het dan gespeeld? Nou, je gaat eigenlijk dus aan het begin van een ronde schud je al je actiekaarten. Dan pak je er 6, in Doc's geval 7, maar ik zal nu even 6 pakken. 3, 4, 5, 6. De rest leg je terug en die hou je op je hand en die hou je verborgen. Dan ga je kijken, nou, wat heb ik eigenlijk allemaal, wat kan ik? Ik heb helaas geen lootkaart, dus ik kan niemand beroven. Dat is een beetje jammer. Nou, en zoals we al zagen, beginnen we dus de eerste speler daar. En dan de tweede speler. Nou goed, laten we het even zo doen. Voilà. Volgens mij was het zo. En dan, Marshal begint hier. Dan ga je dus kijken, nou, ik bevind me toch wel in een wagon met een heleboel spulletjes. Maar ja, ik kan niet beroven. Dat is nu even jammer. Had ik die misschien wel gehad. Ja, nou kijk, nu heeft Doc toevallig gelukt dat hij 7 kaarten mocht trekken. Dus in Doc's geval had ik het toch gehad. En dan, dan kun je dus zeggen,
ik wil mijn eerste actie, dat wordt beroven. Nou, die leg je dan neer. En de scène waarin je je bevindt, die wordt weergegeven op een kaart. Je hebt scènekaarten voor 5 tot 6 spelers. En van, oh, dit is het eindstation. En van 1 tot 4 spelers. 2 tot 4 spelers. En die zijn eigenlijk hetzelfde, alleen er zit, even kijken, volgens mij één kaart of zo verschillend, of een aantal kaarten extra, ik weet niet meer zeker. In ieder geval, ah ja, de beurten zijn wat korter, dat is het verschil, ja. Ja. Inderdaad, anders duurt het spel te lang. Bij 2 tot 4 spelers heb je meerdere rondes, 4 of 5 rondes, en bij 5 tot 6 spelers heb je 3 of 4 rondes. Nou, en dan heb je een eindstation. Er zijn er 3 verschillende van. Die hebben allemaal 4 rondes. Want elk symbool hier is eigenlijk 1 ronde. Nou, ik zal even uitleggen hoe dat werkt. Ik pak even de 2 tot 4 spelerskaarten. Want we zijn met 4. Nou, eens even zien. Elke scène, deze worden eigenlijk aan het begin van het spel geschud. En dan worden er 3 van getrokken. Dus je hebt altijd 4 rondes. 3 scènes en de eindscène op een station. Dus een van deze 3 kaarten trek je ook. En ze doen allemaal wat anders. Nou, hier heb je dus 5 rondes in deze scène. Waarbij je dus gewoon je kaart openspeelt, je kaart openspeelt. Hier ga je door een tunnel. Dus daar speel je je kaarten blind. Dan kan niemand zien welke actie je speelt. En dan speel je ze weer open en nog eens open. En even zien, hier heb je er 2 naast elkaar. Dat wil zeggen, dit is 1 beurt, maar er worden 2 acties achter elkaar gespeeld. Dus dan doet iedere speler 2 acties meteen na elkaar. Hier heb je gewoon 4 open acties. Hier heb je er weer 4, maar eentje wordt dubbel gespeeld in 1 ronde. Dus 3 rondes. Hier is er weer een met een tunnel. Hier een met 2 tunnels. En deze, dit symbool wil zeggen dat als je normaal gesproken speler 1, 2, 3, 4 speelt, ga je hier terug en dan doe je dus 4, 3, 2, 1. Dus dan speel je een ronde achterstevoren. Dus degene die hier als laatste een kaart heeft gespeeld, speelt hem hier als eerste en dan ga je tegen de klok in terug. Nou, en nu valt het je ook op dat op het eind van al die scènes, daar staat bij de meeste kaarten een icoontje. Die zal ik ook even kort uitleggen. Nou, dit wil zeggen, dat is de opstand van de passagiers. Alle bandieten die zich in een wagon bevinden, krijgen dan een neutrale kogelkaart. Dus eentje van deze neutrale kogelkaarten die de marshal ook uitdeelt. Want dan hebben de passagiers het gehad met de bandieten en die komen in opstand. Dus als je dan ergens binnen bevindt, dan ja, heb je een probleem. Dus je wil dan eigenlijk op het dak eindigen of misschien wel in de locomotief. Nou, dan heb je deze hier. Dat wil zeggen, ja, pak alles noemen ze het. De marshal die neemt een tweede geldcassette, daarom zijn er 2 van die koffertjes mee. En die legt hij dan op de plek waar de marshal zich op dat moment bevindt. Dus op het eind van deze scène, als de marshal zich daar bevindt, komt daar een extra koffertje te liggen. Dus dat is interessant voor de bandieten. Nou, hier gaat de trein hard in de rem. Als de, ja, dus alle bandieten die zich dan op het dak bevinden, gaan dan 1 wagon naar voren richting locomotief. Omdat ze door het harde remmen naar voren worden ja, verplaatst. Behalve als je al op de locomotief staat. Je kan niet van de trein afvallen. Ja, hier gebeurt niks. Ik ga rustig over een brug. Daar heb je de zwenkarm. Alle bandieten die zich op het dak bevinden, bewegen zich naar de achterste wagon. Dus waar je ook bent, op het eind van deze scène kom je daar terecht. Behalve als je natuurlijk binnen bent. Nou, hier gebeurt weer niks. Gaan we 2 keer door een tunnel. Hier is de wraak van de... Nee, wacht, dat is niet de wraak van de marshal, dat is de boze marshal. De marshal raakt de bandieten die op het dak staan van de wagon waarin hij zich bevindt. Dus die krijgen dan ook weer een neutrale kogelkaart. En de marshal wordt vervolgens een wagon verder geplaatst richting de achterste wagon. Behalve als hij daar al staat. Dus, nou, dat is dat. Dus dan wil je niet in de buurt van de marshal zijn als dat gebeurt. Nou, dan hebben we ze allemaal gehad. Er zijn er nog een aantal. Ik ga eens even kijken hier op de... Ja, er zijn er ook nog een aantal verschillende. Je hebt deze.
op het einde van het spel dus eigenlijk, als de trein bij het station aankomt, dan kun je hier nog eens extra zakken rollen. Iedere bandiet die alleen aanwezig is in een wagon of op het dak van een wagon, mag een geldbuidel nemen, als er een geldbuidel aanwezig is op de plek waar hij zich bevindt. Want er kunnen natuurlijk ook geldbuidels op het dak komen te liggen als je iemand een dreun verkoopt die op het dak staat en die nog wat geld of juwelen bij zich heeft. Dan kunnen die daar terechtkomen, maar meestal, het meeste ligt toch altijd wel in de wagon. Maar in ieder geval, als jij je daar bevindt, mag je die gewoon gratis en voor niks pakken. Nou, hier, dit is de vraag van de marshal. Alle bandieten die zich bevinden op het dak van de wagon waar de marshal zich ophoudt, moeten een geldbuidel inleveren. Dus ze moeten die geldbuidel met de laagste waarde van een karakterkaart verwijderen. Dus je mag wel even kijken aan welke minste waarde is. En je kan ook alleen maar buidels, zoals die hier staat afgebeeld, verliezen. Dus geen juwelen of geldcassettes. Dus dat valt alweer mee, maar het kan net de winst natuurlijk kosten. Hè? En hier de gegijzelde conducteur. Als je je in de locomotief of op de locomotief bevindt op het einde van het spel, dan krijg je nog eens losgeld ter waarde van $250. Mocht ik nou zo'n slechte hand hebben dat ik op een gegeven moment aan de beurt ben, ik heb echt zoiets van, ja, ik kan echt niks hiermee, ik heb met mijn lootkaart al gespeeld en ik wil eigenlijk nog wel meer kunnen roven, en want hier heb ik echt helemaal niks aan, kom ik niet meer verder, dan mag je zeggen, ik sla een beurt over en dan pak je 3 nieuwe kaarten op je hand. In de hoop dat daar iets goeds tussen zit natuurlijk. En dan is gewoon weer de volgende, dus je mag een beurt overslaan. En dan krijg je daar 3 kaarten voor als beloning. Nou, we zullen eens een ronde spelen om een beetje een feeling te krijgen van hoe nou daadwerkelijk gespeeld wordt. Ik had me trouwens net even vergist. Je trekt geen 3 ronde kaarten, maar 4 plus het eindstation. Dus je hebt 5 rondes waarin het spel gespeeld wordt. Dus ik pak er eventjes gewoon eentje bij. Die we dus nu eens gaan uitspelen. Die heeft 4 beurten. Waarvan eentje blind gespeeld door de tunnel en eentje in de andere richting. Nou, laten we eens gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, ik heb eventjes de andere 4 spelers hier gelegd. En de decks die liggen net buiten beeld. En ik schud mijn kaarten nog eens. Hop. Zo. En ik ben dok, dus ik pak 7 kaarten in plaats van 6. Zo. En de rest leg ik terug. Ik neem mijn kaarten. Ik laat het natuurlijk niet zien aan de anderen. Kijk, 2 lootkaarten. Heel goed. En ik begin daar. En goed, daar ligt van alles. Eerste ronde, ja, die wordt dus gewoon open gespeeld. Ik speel een lootkaart, want ik wil beroven. Dus ja, dat is mijn eerste actie. Dan is Cheyenne aan de beurt. En die heeft toevallig een schietkaart. Dus die wil dat ook meteen schieten. Die heeft dat ons voorzien. Dan is Bel. En Bel die heeft ook een lootkaart. Een berovingskaart. En die speelt hem dus ook. En dan is Ghost. En Ghost heeft eigenschap dat hij zijn eerste, hier zo, zijn eerste actie, die mag hij blind spelen alsof hij in een tunnel was. Dus dat doet hij ook. Dus die pakt een kaart van zijn hand en speelt die blind. Nou, dan hebben we die eerste ronde gehad. Dan zijn we terug bij mij. Tweede ronde, die wordt ook gewoon open gespeeld. Nou, ik had er nog zo'n eentje, dus ik doe het gewoon nog. Want zoveel mogelijk geld betekent winnen. Dan is Cheyenne aan de beurt. Die had heel leuk een stomkaart. Dus die gaat iemand een klap kopen. In de hoop dat dan wat te roven valt. Want zij kan dat zo, hè, met haar special ability. Hoeft dat niet op de grond te vallen, maar kan ze meteen zakken rollen. Dan is Bel aan de beurt. Bel die gaat zich verplaatsen. En Ghost, die gaan nog eens proberen wat te roven. Nou, dan zijn we in de tunnel aangekomen. Dat betekent dat iedereen nu zijn kaart, zijn actie, blind mag spelen. Ik ga eens een beetje messen met de rest. Ik ga met Marshall spelen. En dan kan niemand zien. Ja, dan is Cheyenne, die doet ook iets wat wij niet weten.
Dan is Bel. En Bel speelt ook een blinde kaart. En Ghost, die speelt ook een blinde kaart. Zo. En dan zijn we bij de laatste ronde. En die moeten we andersom spelen. Dus dat betekent dat Ghost nog eens een keertje mag. En Ghost, die speelt. Dus ja, die moet hij open spelen. Die speelt de Marshall. Dan is Bel die denkt, oei, zit ik dan niet een beetje kort bij de Marshall misschien? Ik denk. Maar ja, als ik dan naar het dak vlucht, is het natuurlijk te laat. Want als ik bij de Marshall ben, heeft hij al me geschoten. En ben ik al naar het dak gevlucht. En wil ik dus juist niet deze kaart spelen. Want dan ga ik weer terug omlaag. Er wordt alweer op me geschoten. En dan krijg ik te veel van die kaart. Dus nee, nee. Ik pak een andere kaart van mijn hand. Ik speel wel die stop. Zo. Cheyenne denkt, ja, laatste ronde, laatste kansen. Ik ga proberen nog iets te jatten. En Doc die denkt, nou, voor die kaarten laat ik dan proberen iemand anders een hak te zetten. Ik schiet nog eens een keertje. Zo. Goed, dan gaat de rest weg. We hebben allemaal dus een kaart gespeeld. Deze laatste ronde. En dan gaan we die scène uitspelen. Dus speler 1, dat is in dit geval nog steeds Doc. Die pakt alle kaarten. Onderdrukt de neiging om ze te gaan schudden. Want anders klopt de hele volgorde niet meer. Je draait het gewoon om. Legt het neer. En dan ga je het deck, de scène, uitspelen. Nou, als eerste, dat weten we nog wel, ging ik roven. Dus ik pak een fiche van de trein. En joepie, het is $450. Leg ik blind neer. Oh ja, deze had ik nog niet, hè. Even kijken. Zo. Dan is de tweede speler. Cheyenne die ging schieten. Nou, die kan alleen maar op deze twee mensen schieten, want die staat naast haar. En aangezien Bel, dus ja, die mag niet, hè. Dus als je de keuze hebt tussen een stomp en een schot, en Bel is een van de mensen waar de keuze uit bestaat, dan moet het automatisch die andere worden. Dus, au, ik krijg een kogelschot van Cheyenne. Dus een groene kogelkaart geeft zij aan mij. En die moet ik straks meeschudden in mijn actiedek. Wat natuurlijk niet gunstig is. Dan was Bel die denkt, ja, roven. En Bel die rooft ook wat geld, legt het op haar kaart. En dan was Ghost die zijn eerste kaart blind had gespeeld, dus die ligt nu open. En die ging ook roven en die pakt natuurlijk de robijn, want die is veel geld waard. Zo. Nou, dan kwamen we bij de tweede ronde. Ik ging weer roven. Dan Cheyenne, die gaat een dreun verkopen en die kan ze alleen verkopen aan Ghost, want die staat naast haar, die geeft ze een dreun. En die kan ze dus die of die kant op dreunen. Daar ligt van alles, dus zij zegt, ik stomp jou naar de achterste wagon, want daar ligt minder, valt minder te halen. En zij moet dan kiezen, en ja goed, Ghost die heeft, zoals je ziet, een robijn en een zak. Ze zegt, nee, laat die robijn maar vallen. En die valt niet op de grond, normaal gesproken wel, maar Cheyenne kan zakken rollen. Dus die pakt hem fijn meteen bij zich. Hoppa, kassa. Dan is Bel, die gaat zich verplaatsen. Nou, die zou bovenop het dak 3 stapjes kunnen doen, maar in de wagons maar 1. Dus die gaat gewoon hier naartoe, want die probeert daar nog wat geld te halen. En als Ghost, ja, die gaat looten. Gelukkig ligt er nog 1. Dus Ghost pakt deze en krijgt 400. Goed. Dan was Doc weer en Doc die speelde blind die ronde. Als deze, daarom ligt hier normaal face up. De Marshall, pam pam pam. En dat deed Cheyenne ook. O jee, pam pam pam. Cheyenne moet wel opletten natuurlijk, want ze staat er zelf dichterbij. Maar ja goed, ze had hem ook weer terug kunnen verplaatsen. Maar ze gokte het erop. Dan is Bel en Bel schiet. Nou, Bel kan niet op de Marshall schieten, dat heeft geen enkele zin. En dat mag ook niet, hè. Dat wil je niet. En dus hij kan alleen schieten op die twee figuren. Nou, nu heeft hij de keuze. Dus, mwah. Ghost had nog geen schotkaarten. Dus Bel schiet op Ghost. Ze pakt dan een van haar kogelkaarten en geeft die aan Ghost. Die hij dan in zijn deck moet stoppen. Nou, dan was Ghost. Die ging ook schieten. En die, ja, dat is dan jammer voor Cheyenne. Want hij kan alleen maar één wagon verder opschieten. En zij mag weer niet geraakt worden. Dus dan wordt het. Cheyenne krijgt meteen een kogelkaart van Ghost.
En dat was de laatste ronde. Dan was dus Ghost weer aan de beurt. Oh, die verplaatst de Marshal. Waarheen zou je hem toch verplaatsen? Natuurlijk hier. Nou, wat gebeurt er dan? Dan krijg je dus zowel Bell als Cheyenne. Want de Marshal die maalt er niet om of dat een knappe overvalster is of niet. Die kregen allebei een kogelkaart van de Marshal. Zo. En dan vluchten ze vervolgens allebei naar het dak. Zo. Dan de volgende actie. Bell, die heeft het een beetje gehad met die onzin. En die geeft een dreun. En Cheyenne, en stond daar aan die kant, want daar valt het minste te halen. En laat, kiest dit juweel om te laten vallen. En die valt dan op het dak. Dan een Cheyenne, ja, die had zich graag nog wel willen roven, maar dan valt er niks erover. Dus dat is dan jammer. En Doc die denkt, ja, ik ga schieten. Maar er valt niks te schieten, want naast mij staat er iemand, daar kan ik niet op mikken. Ja, en de Marshal, daar valt ook niet op te schieten. Dus dat is ook een verloren beurt. Nou, dan hebben ze allemaal gehad. Dan worden die kaarten weer aan alle mensen terug verdeeld. En dan ga je naar de volgende. Oh ja, dan moet je nog eerst eventjes dit hier inderdaad uitspelen. En in dit geval was het dus dat de Marshal, oh jee, dat is heel spannend. Want de Marshal die schiet op degene wat zich boven je bevindt. Dus ja, hier arme Bell krijgt weer een neutrale kogelkaart van de Marshal. En de Marshal verplaatst zich dan, zoals die pijltje hier aangeeft, naar achter. En ach, die arme mannen, die krijgen ook allebei, zowel ik als Ghost, krijgen een neutrale schotkaart van de Marshal. En wij moeten vluchten naar het dak. Zo. Goed. Alle kaarten worden weer terug verdeeld over de mensen. Zo. Teruggegeven. En dan schud je weer je hele dek. Met eventuele schotkaarten die je hebt gekregen. Zo. Schud je. Dan wordt dus speler 2, in dit geval Cheyenne, de eerste speler. Draai de kaart om. Krijgen we deze scène. 5 beurten waarvan 1 blind gespeeld wordt. En op het laatste, als je in een wagon bent binnen, dan word je beschoten door de passagiers. Krijg je dus sowieso een neutrale schotkaart. Maar goed, dat is dus de tweede ronde. Nou, ik ga weer kijken wat heb ik geraapt. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat daar een schotkaart tussen zit. Ja, je ziet al. En dat is dus een kaart die ik, ja, dat kan ik niet gebruiken. Daar heb ik niks aan. Zo belet je dus andere spelers om goede acties uit te voeren. En mocht het zo zijn dat jij dus op het eind van je spel alle 6 jouw kogels hebt verschoten, dan verdien je dus ook nog eens $1000. Dus dat kan ook een strategie zijn. En dat is eigenlijk het hele spel. Zo speel je al die rondes uit tot en met het station. En op het einde ga je gewoon kijken, wat hebben we allemaal verdiend? Wie heeft het meeste geld? En die persoon heeft gewonnen. Nou, tenslotte staat er nog in de regels een variant voor gevorderde spelers, waarbij je kaarten eigenlijk die je niet hebt gebruikt op je hand mag houden en die je dan in de volgende ronde kunt gebruiken. En dan leg je kogelkaarten die je krijgt, leg je face down op je trekstapel. En je hebt dan ook een aflegstapel. En ja, dan trek je dus iedere keer kaarten bij van je trekstapel op je hand, dat je daar weer 6 hebt. En dan weet je dus ook al, als je kogels hebt gehad, die krijg je dan meteen. En in je aflegstapel, op een gegeven moment als je trekstapel op is, pak je je aflegstapel en schud je. En daar ga je dan weer door kaarten nemen. Geef je iets meer controle over het spel. En je kan ook met 2 spelers spelen. Dan speelt iedere speler met 2 bandieten. En dan heb je alle actiekaarten van die 2 bandieten door elkaar. En dan speel je ook met die gevorderde regels. Dus nou, dat is ook een mogelijkheid van het spel. Maar persoonlijk vind ik dat het spel het leukste speelt met 3 tot 6 spelers. Nou, dat was dus Cold Express. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Board Game Heaven.